De inspectie van vis en vaartuigen voor de verlenging van de vergunningen voor het jaar 2020 is afgesloten. De inspectie is gedaan door de afdeling Monitoring en Inspectie van het ministerie van LVV. Van 22 tot en met 25 oktober 2019 werden er inspectiewerkzaamheden verricht in de districten Saramaka en Nikeri. Het ging hierbij om vaartuigen voor de binnenwaterenvisserij. Van de 148 boothouders die waren opgeroepen, hebben 134 hun vaartuig aangeboden voor inspectie. Volgens Perwin Amit Persat, waarnemend hoofd van de afdeling Monitoring en Inspectie, brengt de aangekondigde ordening van de visserijsector de vissers in beweging. Hierdoor worden zij bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid, zegt Amit Persat.